Dan zijn er mensen die zeggen dat er raspaardjes uit Italië komen. Nou, daar ben ik het maar heel ten dele mee eens. Natuurlijk zijn er prachtige sportieve coupés en dergelijke uit Italië vandaan. Maar als we het dan over een raspaardje hebben en hier staat zo'n mooi paardje in het midden. Ja, hier word ik toch wel heel erg vrolijk van. En eerlijk is eerlijk, we hebben al heel wat Porsches gehad ondertussen in ons programma. Maar nog nooit zo een. Nog nooit zo'n 76er 911S Targa. En dan is dit dan een Amerikaanse uitvoering. Maar wat een ongelooflijk fijne auto is dit. Die auto die zegt, kom op baas, stap in. We gaan rijden, we gaan lekker Duitsland in. En we rijden helemaal niet bang voor de snelheidslimiet. Absoluut niet. Eerst even iets over die Targa. De Targa is een compleet dak wat eruit kan. Dat kan soms in delen, dan noemen ze het een T-top als je er een middelstuk in had. Of een T-bar noemen ze het ook wel eens. Maar als het hele stuk eruit kan, heet het een Targa dak. Dat is net niet cabrio rijden, wel de voordelen ervan, maar niet de nadelen, zeg maar de wind in je nek, want de achterkant blijft mooi gesloten. Wat bij deze auto's bijna altijd een beetje een probleem is, is dat de mensen met alle goede bedoelingen, maar met schuursponsjes in de weer zijn geweest om dit geschuurd aluminium beugel, om die een beetje te behandelen en die schoon te krijgen. Nou, dat is in dit geval duidelijk niet gebeurd. Deze auto is ongerestaureerd, niet gerestaureerd, wel een keer overgespoten, in een prachtige kleur trouwens. Continental Orange, een kleur die je niet zo heel veel ziet, of eigenlijk helemaal nooit, want van alle Porsches die ik in mijn bestand heb, is dit eigenlijk zo'n beetje de enige. En als je de meeste Amerikaanse Porsches bekijkt, dan hebben ze vaak scheurtjes in de bezel. Daar heb ik het al eens over gehad. Het verdampen van een weekmaker uit de elastomeer, het composietmateriaal, zorgt ervoor dat het uitdroogt en dat er dan scheurtjes in komen. Dat kan je trouwens makkelijk voorkomen hoor. Het is heel goed te doen, want op het moment dat je squeaking krijgt, dat wil zeggen dat die gaat piepen op het moment dat die stationair loopt of bij een bepaald aantal toeren, dan krijg je dat fijne geluid. En als je dat gaat krijgen, dan wordt het tijd dat je je dashboard goed gaat behandelen. Met een oké wax of iets dergelijks. In ieder geval zorgen dat die weekmaker daarin blijft en zelfs nog weer een beetje terugkomt. Als ik kijk naar het interieur, en dan loop ik eventjes om, zodat we daar een goede view van kunnen krijgen. Het interieur is smetteloos. Maar het is wel van vinyl. En dat is ook weer een onderdeel van de Amerikaanse uitvoering. De S-USA, zoals ze dat noemen. Die heeft een aantal zaken die anders zijn dan bij de Europese uitvoering. De Europese uitvoering heeft meestal een stoffenbekleding of een lederen bekleding. De Amerikaanse heeft een vinylbekleding. Nou, maar deze is smetteloos. Daarnaast heeft de motor iets minder vermogen. Dat heeft te krijgen met het feit dat in Amerika in 1976 er al een katalysator in moest. Maar als je die katalysator eruit haalt, want die staat in de hele Nederlandse wetgeving niet genoteerd bij deze auto. In ieder geval niet bij de type. Goedkeuring, dan heb je gelijk die pk's weer terug. En natuurlijk heeft het te maken met de mijlenteller en met de dikke Amerikaanse bumpers. Nou, zijn er Amerikaans uitgevoerde auto's waarvan ik denk van nou moet dat nou echt? He, zoals bijvoorbeeld een Mercedes uit de 108 serie of uit de 123 serie. Maar bij deze Porsche vind ik het eigenlijk alleen maar massaler, massiever. Het maakt deze auto nog indrukwekkender en nog sportiever. Het geeft mij in ieder geval een indruk van ik kom eraan aan de kant. Wat een mooie auto. Voegsvelgen in de juiste maat. Een paar kleinigheidjes. Een klein beetje blistering aan de zijkant. Maar dat is eigenlijk geen grote onoverkomelijkheid. En hij heeft wat uitdroging bij de rubbers hier zo. En dat is eigenlijk het enige waar ik wat over te zeuren heb. Als ik even kijk naar de motor. Typisch 911 kwaaltje zijn lekkende retourleidingen. Nou, ook in dit geval helemaal niet, want als je het ziet, de motor is brandschoon en dat voor een niet gerestaureerde, niet gereviseerde motor. Ik zie geen tekenen van in- en uitbouw, want bij in- en uitbouw zie je gelijk waar de bouten en de moeren er een keer gedemonteerd zijn geweest. Helemaal niet. Alle riemen zijn eigenlijk nieuw, de letters, alles staat er nog op. En je ziet ook eigenlijk dat hij, nou hij kan een klein beetje zweten bij de klepdekseltjes, maar dat is dan ook alles. De eigenaar heeft al nieuwe klepdekselpakkingen bij en daar zal ik dan ook in de eindbepaling van de waarde rekening mee houden. Nou is een Porsche, en vooral de 911 Porsches, nemen op dit moment hand over hand toe in waarde. Heel goed verklaren kan ik het niet, nou ja, hoewel. Als ik zo'n auto zie als dit, word ik ook ontzettend hebberig. Maar het gaat wel over hele substantiële bedragen in de meeste gevallen. En zeker voor een Porsche in een uitstekende conditie zoals deze. Een conditie 2+. Niet gerestaureerd. Heel origineel. Ik ben hier heel erg over te spreken. Over deze auto. Als je deze auto zou moeten verzekeren, dan moet je rekenen op een bedrag van tussen de 45 en de 50.000 euro. Dat is op dit moment de te verzekeren waarde van de Porsche 911S USA uitvoering. Targa.